Zo, bij deze zijn we terug en zoals beloofd doe ik vandaag verder met het overlopen van het infogram over fotografie, de basisbegrippen van fotografie. Dus dan deel ik opnieuw mijn scherm en dan zien we, de vorige keer waren we dus bij de drie parameters van de belichting gestopt, namelijk de sluitertijd, ISO-waarde en het diafragma. En als we dan, dus de link van het infogram zelf, dus hier, dit is de link. Die deel ik opnieuw in de omschrijving van dit filmpje. Dus na de ISO komt dan de... Dus we hadden drie delen, de drie parameters, zoals ik net zei, van de belichting. We hebben de instellingen, het tweede deel, waar ik nu vandaag over ga spreken. En als laatste komt dan de compositie aan bod. Nu komen we dus bij de instellingen, daar heb ik ook al een filmpje over gemaakt. En dan vooral over de opnamestanden. Daar heb ik Canon en Nikon vergeleken. Hier hebben we opnieuw de vergelijking tussen Canon en Nikon. En waarbij dat ik zelf ben vertrouwd met Nikon, heb ik hier de drie opties. De matrix bij Nikon, de spot- en de centrumgerichte meting. Dan hier hebben we het icoontje van de matrixmeting. En dat geeft aan dat je bij een matrixmeting een meting neemt, een deelmeting neemt van een aantal oppervlakten in beeld. En daar dan het gemiddelde van berekent. Nu, dat gemiddelde wordt berekend door uw processor en uw camera. Een andere optie is de spotmeting. Dat is hier wat we zien met dat kleine puntje in het midden van het beeld. Nu, spotmeting is heel specifiek bruikbaar voor situaties waarbij dat je in een moeilijke lichtsituatie zit. Dus bijvoorbeeld, stel je wil een portret nemen van iemand die voor een raam staat. En je wil dat die persoon op zich goed belicht is. Als je gewoon de matrixmeting zou benutten, dan zou door het felle licht dat uit het raam komt, dan zou je door het felle tegenlicht in veel gevallen een silhouet, dus een onderbelichting van het gezicht krijgen van de persoon zelf die ervoor staat. Nu, als je daarentegen spotmeting gebruikt, dan zou je kunnen dat ene punt in het centrum van je beeld, dat is dan vaak een punt van 3 of 8% van je beeld, dan kun je dat punt richten, dus stel dat dat je camera is, dan kun je dat ene puntje richten op het raam bijvoorbeeld, daar een lichtmeting uitvoeren, dan zie je hoeveel dat u of hoeveel licht dat er uit uw raam komt. En omgekeerd kun je het punt gaan richten op de persoon en dan zie je hoeveel of wat de belichting zou zijn om die persoon correct te belichten. En zo kun je dus ofwel de persoon ofwel de achtergrond correct gaan belichten. Dus voor moeilijke lichtsituaties, ook optredens en dergelijke meer, is spotmeting heel interessant. Nu, wat is belangrijk bij die spotmeting? Als je die meting uitvoert, is het centrum van je beeld wat telt. En dan heb je op veel camera's heb je een zogenaamde AEL, dus een knop waarmee dat je kunt de belichting vastzetten. Dus dan kun je zo je kadering wijzigen en je punt richten op wat je wil belichten. Half indrukken wordt je lichtmeter geactiveerd. De knop induwen. Vervolgens je compositie terug bepalen, waarbij dat ene spot op een totaal andere locatie en beeld terechtkomt. Maar dan hoef je daar geen rekening mee te houden. En dan pas je foto afdrukken. Maar al die tijd hou je dan die ene knop ingedrukt die ervoor zorgt dat je lichtmeter niet opnieuw een lichtmeting zal gaan uitvoeren. Verder bij Nikon heb je nog een derde optie, namelijk de centrumgerichte. En bij de centrumgerichte meting is het zo dat is vooral voor portretten, dat wordt er van het beeld vooral rekening gehouden worden met het centrum van het beeld voor de belichting. Dus dan, stel je voor dat dit een portret zou zijn, dan is vooral dit deel wat van belang is voor de belichting. En dan zal het feit dat hier achter mij veel wit aanwezig is, minder doorwegen bij de lichtmeting. Terwijl als je matrixmeting zou gekozen hebben voor het belichten van deze opname, dan zou het wit van de achtergrond heel fel doorwegen. Is de kans groot dat mijn gezicht onderbelicht is. De volgende die ter sprake komt, zijn de histogrammen. Nu, een histogram op zich, daar zou ik sowieso nog wel op terugkomen, omdat het histogram heel belangrijk is bij belichting, want zo net over overbelichten, onderbelichten. Nu, een histogram is iets wat je kunt oproepen van een beeld wat genomen is. Dus op een computer kun je een histogram gaan opvragen van een beeld. Of op je fototoestel, een DSLR, kun je ook gemakkelijk als de foto genomen is de histogram gaan opvragen. Bij electric viewfinders, dus EVF, is het ook zo dat je bijvoorbeeld de Sony Alpha serie, geen spiegelreflex, maar systeemcamera's die mirrorless werken, dus zonder spiegel.
Die hebben vaak een elektronische viewfinder. Dat betekent dat je daar ook die informatie al kunt gaan weergeven nog voordat je opname gemaakt hebt. Terwijl bij een spiegelreflex moet je wachten tot de opname gemaakt is. Want hetgeen je door de zoeker ziet in een spiegelreflex is analoog. Dus het is pas na het nemen van de foto dat je die digitale informatie kunt oproepen. Nu, wat vertaalt een histogram? Een histogram is eigenlijk, als je hier nu die perfect hier bekijkt met die groene boog daarop, dan is een histogram eigenlijk een verdeling van je pixels over je beeld. Dus laat ons zeggen, hier heb je volledig links heb je alles wat zwart is, volledig rechts heb je alles wat wit is, en dan de kleuren ertussenin. En dan zie je hier dat al uw pixels mooi evenredig, of evenredig is veel zeg, maar dan uw pixels mooi over het beeld verdeeld zijn. Dus dat beeld is zogezegd perfect belicht. Aan de andere kant, als je een opname zou nemen, zoals hier underexposed, wat onderbelicht betekent, dan zie je dat heel veel pixels hier naar het zwart neigen, maar dat er in het wit eigenlijk bijna geen enkele pixel te vinden is. Omgekeerd, een overbelicht beeld, dan heb je heel weinig zwart, heel weinig tot geen zwarte pixels en gaan alle pixels naar het wit toe. Dus dat zie je ook als je een foto bekijkt. Dan zie je ook dat een overbelicht beeld veel meer wit zal tonen dan zwart en onderbelicht veel meer zwart zal tonen dan wit. Nu, het is wel zo, je moet een dus dat is ook wat je op een histogram kunt zien, maar het is heel belangrijk dat je een histogram bekijkt in relatie tot je opname. Dus als je bijvoorbeeld een onderwerp fotografeert wat overwegend wit is, dan ga je uiteraard heel veel pixels in het wit zien, maar dat betekent niet dat je foto overbelicht is. Dat betekent gewoon dat je een onderwerp hebt dat zowel wit, dat heel veel wit bevat. Omgekeerd kun je ook een onderwerp hebben wat heel veel zwart bevat, waardoor je opname dan heel veel zwarte pixels zal vertonen. Maar dat betekent daar nog niet dat je foto onderbelicht zou zijn. Een andere truc om te zien of een foto over of onderbelicht is, dus naast het feit, ja, sowieso als je wit hebt wil je dat dat wit is, en als je zwart hebt wil je dat dat zwart is. Een onderbelichte foto zal het wit bijvoorbeeld grijs tonen, maar zal ook uw zwart zal zwart zijn zonder detail. En omgekeerd, een overbelichte foto zal het zwart, wat eigenlijk zwart is in het echt, zal grijs tonen. En uw wit zal geen detail meer bevatten. Dus zal volledig uitgevreten wit zijn, zoals men zegt. Wat je ook nog uit een histogram kunt waarnemen, is hoeveel contrast er is. Dus dan hier zie je bijvoorbeeld bij dul, wat heel weinig contrast betekent, dat heel veel pixels rond dezelfde kleur liggen. Dus dan heb je een foto van, ja, laat ons zeggen, een groen grasveld of zo, zal alles hier in het midden ergens liggen. Je zal daar weinig wit, je zal daar weinig zwart op zien. Omgekeerd, een foto waarbij dat je enorm veel contrast hebt, dan zie je dat er heel veel zwarte pixels zijn. Hier staan eigenlijk overwegend heel veel zwarte pixels. Dus een histogram is een manier om je belichting op een digitale manier weer te geven. Hier zie je nu histogrammen die gemiddelde vormen, maar je kan ook histogram per kleurkanaal gaan. Dus de RGB kleurkanaal kun je per kanaal een histogram gaan opvragen. Maar ik zeg, de histogrammen op zich zijn zodanig interessant dat we daar zeker nog een apart filmpje aan wijden ook. Nu, wat ik eerder al besproken had over instellingen bij digitale bijvoorbeeld bij camera's in het algemeen, zijn de opnamestanden, en dat zie je hier terug. Dus in het wat is dat, lichtblauw zeegroen of zo? Daar zie je dat bij Nikon bijvoorbeeld heb je de MASP-knoppen. Dus die zijn in een filmpje ook aan bod gekomen, waarbij dat manueel is A-aperture, waarbij dat aperture staat voor, dus jij kiest een diafragmaaantal en je camera zal aan de hand van dat diafragma een bijpassende sluitertijd en eventueel ISO-waarde voor je bepalen. Shutter priority, de S. Daarbij kies jij de sluitertijd en wordt de aperture en de, dus diafragma en de ISO-waarde voor u gekozen door de computer. En bij program wordt alles in feite gekozen. Dus de automatische stand, daarbij wordt alles door de camera gekozen. Vergelijkbaar bij Canon heb je M, AV en TV, waarbij dat TV de shutter, de sluitertijd is, en P-program. Hier zie je nog een keer grafisch ook. Dus opnieuw, het grote voordeel van heel die infogram hier is dat je grafische weergave hebt. Dus voor mensen die heel grafisch ingesteld zijn. Hier zie je echt een knop. Die knop van Nikon is letterlijk wat dat er op een recente Nikon. Zeker op de D3000, wat is het tegenwoordig? 300 of zo. Zal je al die opties hier zien. Op de professionele reeks zul je die opnamestanden hier wel niet hebben. Dan is eerder MASP. Automatisch staat er ook nog op. Maar die in een guide bijvoorbeeld en al die
opties hier staan daar niet meer op. Omdat die voor een professioneel fotograaf weinig meerwaarde bieden. En we gaan verder, het is wel op tempo, maar ik zou graag in de 10 minuten die ik heb per filmpje de instellingen hier allemaal overlopen. En dan komen we terug op diafragma. Ja, dus als je een diafragma kiest, wat wijzig je door een bepaald diafragma te kiezen? Hier zie je een aantal diafragma's: 1.4, 2.8, 5.6, 8, 11, 16. En dan zie je 1.4 is een heel groot diafragma, grote opening. Terwijl dat 16 een heel klein gaatje is waar alleen nog licht door kan. Dus naast het voor de hand liggende feit van meer of minder licht, dus voor dezelfde sluitertijd gaat er door die grote opening veel meer licht komen dan door dat kleine gaatje. Daarnaast veranderen we ook, dat heeft een heel groot invloed op de scherptediepte, dat is depth of field wat hier staat. En scherptediepte, dat betekent hoe diep dat je scherpte is. Dus als je een onderwerp hebt, dus pak dat ik een onderwerp ben. Als ik heel weinig scherptediepte heb, dan kan het zijn dat mijn neus scherp is of mijn ogen scherp zijn, want je moet bij een portret altijd op de ogen scherp stellen. Dat mijn ogen scherp zijn, maar dat mijn oren bijvoorbeeld al niet meer scherp zijn als je heel weinig scherptediepte hebt. Dus met die 1.4 bijvoorbeeld zou dat het geval zijn. Als je echt naar een diafragma gaat als 4, dan zal heel mijn gezicht al scherp zijn. Ga je naar een diafragma als 8, 11, 16, dan is in feite de scherptediepte zo verrijkend van vlak voor de lens tot heel ver achter mij tot op oneindig, waardoor dat de hele omgeving scherp staat. Het spreekt voor zich als je een portret wilt nemen, waarbij dat je ene persoon isoleert van de omgeving, dan kan je heel weinig scherptediepte gebruiken. Wil je een landschap fotograferen, dan is het interessanter om een heel klein diafragma-getal te nemen, waardoor dat je een grote, vergaande, diepe scherpteveld, diep scherpteveld hebt. Dus een grote scherptediepte hebt. Hier opnieuw dus die grafische weergeving in het paars. Witbalans. Witbalans is ook een instelling wat je op je camera kunt doen. Dus ik moet zeggen, bij Nikon gebruik ik zo goed als altijd automatische witbalans. En automatische witbalans, die gaat in feite aan de hand van je beeld gaan kiezen wat voor witbalans er meest geschikt is. Het is zo dat het type licht, dus voor een dat is enkel van belang voor digitale fotografie. Voor een filmpje, voor een analoog filmpje heb je geen witbalans. Zo simpel is het. Voor een digitale sensor is het wel van belang om te weten wat voor licht dat je hebt. Om groen, RGB, rood, groen, blauw correct te kunnen weergeven. Als je bijvoorbeeld als daglicht ingesteld hebt op witbalans en je neemt binnen een foto onder een theelamp, dan zullen je kleuren totaal verschoven zijn. Omgekeerd, als je onder daglicht een foto neemt en je witbalans is ingesteld als zijnde flitslicht of theelamp of gloeilamp, dan gaan in feite je kleuren volledig verschoven zijn. Bijvoorbeeld een kaarslichtlicht is heel warm licht, terwijl een theelamplicht is heel koud licht. In de zin dat een theelamp naar het blauw toe gaat, terwijl de gloeilamp naar het rood toe gaat. Daglicht is neutraal licht, dus Kelvin is de eenheid. Nu, witbalans is ook vrij uitgebreid. Ik zal daar ook nog een apart filmpje rondwijden. En dan komen we bij focale lengte. En focale lengte, die zou ik eigenlijk onder compositie willen plaatsen. Dus voor nu, voor dit filmpje, zijn we weer rond. En volgende keer, als we het over compositie hebben, dan springen we direct terug in op focale lengte.